dan liever alleen om terug te lopen. Doen over het optreden van de politie. De mensen zijn hier om zich te ontspannen. En de mensen houden zich aan de COVID-maatregelen, die 1,50 meter. Ze gebruiken die passie en ze gebruiken palmetuin. En de politie komt, de COVID-brigade komt en die haalt iedereen van die palmetuin en zegt ze moeten allemaal op die passie komen. Voor mij is het dat zij dan werken, meewerken aan die mass-spreading van die COVID. Want als de mensen, de gasten zich houden aan de regels, maar de politie stuurt ze op elkaar heen. Nou, wat krijgen we dan? Dus het ligt helemaal niet aan die Waka Pasi. Wanneer we straks horen dat er een mass-spreading is. Want de gasten op die passie hielden zich aan de regels. Ze gebruikten dan ook die palmetuin om uit elkaar te zijn, niet op elkaar te zijn, in elkaar te zijn. Ja, en de politie van de COVID-brigade komt en die stuurt iedereen op die passie. Men mag niet in de palmetuin. Wie zorgt dan voor die mass-spreading? Zijn het de gasten of zijn het de autoriteiten? Ben je bang dat ze, de passie gaan sluiten straks, want het wordt steeds drukker hier? Ik heb gesproken met een van de agenten en hij zegt het is de opdracht die ze uitvoeren. Uit wel ingelichte kring heb ik begrepen dat het een strategie is om straks te zeggen die passie is te druk, dus we gaan opruimen. Blijven lopen, blijven lopen, blijven lopen. Koop iets, drink iets, eet iets en daarna lopen. Niet doen! Hey, de camera maar, pak de camera maar. Jongens, pak de camera. De camera maar. Ik zie er niet uit.
in verscheidenheid, mensen. We zien het mooie van Suriname weer. En we zijn hartstikke blij. Ja, oké, 100% op locatie om het nieuws voor jullie te brengen. Hier in Zwitserland, jij die niet hier kan komen, de Waka Pasi, we tjara nieuws te komen. Thank you.
van de mensen heeft een bierfles gegooid op de politie en toen is er een waarschuwingsschot gelast. Ik ben niet meer.